De stichting Viskeuringsinstituut, VKI, is de eerste instantie in Suriname die in de branche van foodtesting is geaccrediteerd voor het ISO IEC 17025 certificaat. Zo meldt het Nationaal Informatie Instituut in één persbericht. Met het halen van het ISO IEC certificaat heeft het VKI-laboratorium getoond... En te werken volgens internationale standaarden en in staat te zijn op een technisch bekwame wezen valide resultaten te leveren. Het VKI kan hierdoor betrouwbare resultaten met betrekking tot de kwaliteit van visserijproducten vaststellen. Dit is een mijlpaal voor de visserijsector in Suriname. Het Viskeuringsinstituut is in het kader van het tiende. Europees Ontwikkelingsfonds voor het opheffen van technische barrières voor handelsprogramma's geselecteerd voor financiering. Het Surinaamse Standaardenbureau, SSB, heeft vooraf alle laboratoria in Suriname geïdentificeerd en beoordeeld. SSB heeft tezamen met het Caribisch Overkoepelend Standaardenbureau, CrossQ, het VKI-laboratorium gedurende het accreditatieproces begeleid. In maart 2017 is het laboratorium goed beoordeeld door de accreditatieinstelling JANAAC, Jamaica National Agency for Accreditation. Op woensdag 6 december heeft de directeur van het VKI, Juliette Colley, het accreditatiecertificaat in ontvangst genomen uit handen van de Standards Officer van Croscio, Fulgens St. prix en Hepburn Wind, Senior Lead. assessor from the e-r-i-r-c